Oh nee, er is een juweel gestolen. En Pikachu en Tim moeten erachter komen wie dat is. We krijgen onder andere de hulp van Growlithe. En zou Ducklet er misschien iets mee te maken hebben? Wie van de mensen die hier in dit huis is, is de schuldige? Daar gaan we nu achter komen. We moeten in deze video op zoek naar degene die het juwelen aan het stelen is. Dit is Frank Holiday. En Frank Holiday die is politie hier in Rhyme City. Knal in ieder geval via duimpje omhoog voor Detective Pikachu. En vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want dan ben je hier op het juiste kanaal. Well. Oké. Okay. Ik krijg nu al bad vibes van deze meneer. Dit is Brad McMaster. En hij is een Rhyme City Police Luitenant. Dit is zijn Manetric. Of main trick. En Brad wil eigenlijk dat we gewoon gelijk weggaan. Pikachu zegt, ja, hij is nog steeds een eikel. Ja, dat had ik ook, dat gevoel. In ieder geval, het huis hier op de achtergrond is van Sanjeev Dennis. En dat is een juwelier. Kijk, daar, dat huis, daar hebben we het over. Het is nogal een groot huis. Het lijkt wel alsof hier een president woont, joh. Meneer Dennis is een van de rijkste mensen in Rhyme City. Dit is het mysterie van het missende juweel. Oh, wel een mooi schilderijtje van Ho-Oh daarachter, hoor. Ja, vet. Cool. Het is een mooi huisje. Oh, daar is een Growlithe. En een schilderij van Lugia. Volgens mij is dat Mr. Dennis die daar staat in die kamer. Welke Pokémon vind jij eigenlijk vetter? Ho-Oh of Lugia? Laat het even weten in de comments. Ik zelf zou denk ik voor Lugia gaan. Die vind ik wel echt heel cool. Oké, meneer Dennis, jij bent hier in deze kamer. Wij moeten even praten. Oh, Tim, I've been waiting for you. Nou, kijk, hij ziet er wel aardig uit. Hij praat gewoon aardig, krijgt van hem wel goede vibes. Oh, Growlithe, hij is zo verdrietig, want hij moet eigenlijk het huis beschermen. Maar hij ziet er echt uit alsof hij zich voelt alsof hij gefaald heeft. Ik krijg echt gewoon instant medelijden met deze Growlithe. We vragen even wat er gebeurd is. En er is dus een heel zeldzaam juweel gestolen. En het juweel heet de Aurora Drop. Is geen drop. Het is een juweel. Een heel zeldzaam juweel. De dief heeft een van mijn stafleden aangevallen en is toen gevlucht met het juweel. Oké, kijk, dat hebben we even opgeslagen. De politie verdenkt zijn butler. Oh, dit is trouwens hoe het juweel eruit ziet. Wel een mooi dingetje hoor, hé. De butler was de enige die in de ruimte kon waar de juweel opgeborgen was. En de sleutel die hing om Growlithe's nek. En als iemand anders de sleutel zou pakken, dan zou Growlithe gewoon gelijk gaan blaffen. Sanjeev gelooft niet dat de butler het heeft gedaan. Oké, die politie en die main trick die hebben we nog niet nodig. We gaan lekker naar boven, want daar schijnt de butler te zijn. Hier is politie. Waar is de butler? Die is hier binnen, denk ik. Oh, maar kijk. Hier is glas gebroken. Ze zijn door het raam gekomen, de dieven. Oh, en ik zie veren. Dit lijkt op Ducklet veren. Die kleine veertjes in ieder geval. Wat hebben Ducklets hiermee te maken? Houden Ducklets ook van juwelen? Maar inderdaad, één van die veren is donkerder dan de andere veren. Van wie is deze veer? Dat weet ik niet, hoor. Is dat van Cramorant? Oké. Ducklet en Cramorant. Dat zijn mijn hoofdverdachtes. Oké, eens even kijken. Dit is volgens mij de kamer waar het om gaat. Oh, kijk. Er liggen ook allerlei Whimsicott katoentjes. Whimsicott lijkt er ook een beetje mee te maken te hebben. Waarom kijken we zo erg naar het sleutelgat? Pikachu zegt, ja, er lijkt niet ingebroken te zijn in deze kamer. Dus dan kunnen we er bijna zeker van zijn dat de dief de sleutel heeft gebruikt. Oké, ja, hier. Ik denk dat hier het juweel in heeft gelegen. Sowieso. Dat moet wel. 100%. En het lijkt inderdaad wel alsof dat gewoon is afgesneden door een mes of zo. Of door een zwaard of ja, iets van een razor blade of zo. De sleutel die hierin past is een andere sleutel dan de sleutel die in de deur gaat naar deze kamer toe. Oké, ik denk dat we hier alles wel gehad hebben. Hier natuurlijk niet. Kijk, hier zit zo'n veer in. Zou de Pokémon van wie de veer afkomstig is ook hier in deze kamer zijn geweest? Kijk, en dan hebben we hier nog de bovenkant van die kist natuurlijk. Of waar het juweel in opgeborgen was. Het zou ook nog een Scyther geweest kunnen zijn die gewoon in één keer zo... Hoppakee, dat er vanaf haalt. Nou, daar ligt ook nog wat katoen. Dat is de volgende hint die we te pakken hebben. Dat is natuurlijk van die Whimsicott. Oh, kijk, hey, Pikachu staat daar ook nog even te snuffelen. Oh my god. Doe eens even normaal. Hij zit weer te spelen, hoor. We zijn serieus zaken aan het oplossen, meneer Pikachu. Oh, hij doet nu alsof hij een kunstenaar is opeens. Oh, daar gaat je wenkbrauw, vriend. Er zijn een paar theorieën en we moeten uitvinden welke de goede is. Het zou zomaar kunnen dat die juweel er nog is, maar het lijkt me aannemelijk dat de kist is opengesneden en dat diegene het juweel heeft meegenomen. Het is wel vreemd natuurlijk dat het glas kapot is gemaakt, maar de deur niet. Dat de deur dus open is gemaakt met een sleutel, maar de sleutel van die kist van waar het juweel in zat, die hebben ze niet gevonden. Kijk, nu kunnen we meneer Dennis wel even wat dingetjes vragen. Meneer Dennis die heeft zelf de sleutel
sleutel naar die kist. Die heeft hij altijd zelf. Oké, en nu moeten we dus iedereen gaan interviewen hier in die in het huis staat. Misschien weet Clefable wel wat. What up, Clefable? ja, Clefable die weet veel over alle roddels hier in het huis blijkbaar. Dat stond erbij. Dit is de partner Pokémon van Mr. Denise. Clefable wil ook nog niet echt met ons praten. Wie is dit? Wie ben jij? Oh, ze zegt dat we ons met onze eigen zaken moeten bemoeien. Maar mevrouw, ik ben gewoon detective, hè? Ik weet niet, hoor. Dit is de vrouw van meneer Denise. We moeten weg van haar, omdat de zaak al is opgelost. Dit vind ik heel erg verdacht. Ik denk gewoon nu dat jij dit hebt gedaan. Zij zegt dat de butler het heeft gedaan en dat de politie dat al weet. Dus het is allemaal opgelost. Nou, ik geloof er niks van. Volgens mij wil jij de butler gewoon de schuld geven. Deze mevrouw zegt dat Barnes' partner Pokémon een Ducklet is. En die Ducklet die was altijd al vervelend bezig. Ze heeft het met haar eigen ogen gezien, zegt ze. Yo, maar nee man. Ducklet die heeft niet van die scherpe dingen, scherpe klauwen. Ik denk dat jij gewoon een val probeert te zetten door die veren daar neer te leggen. Ik vraag nu aan haar of ze het echt heeft gezien. En nu zegt ze opeens, nou ik heb het niet heel goed gezien hoor. Maar ik heb wel bewijs gezien. Ik was gewoon een kopje thee aan het drinken. En ik zag een vogel Pokémon buiten wegvliegen. Het was een blauwe Pokémon. Een blauwe vogel Pokémon. En dat moet Ducklet geweest zijn. Ik geloof er nog steeds helemaal niks van. Ze heeft ook een soort van metallic geluid gehoord. Dat zou dan een Magneton of zo kunnen zijn. Een Magneton? Die heeft ook niet echt van die scherpe dingen. Ze wordt nu gewoon een beetje boos omdat we haar theorie in twijfel trekken. Is dit Barnes? Is dit de butler? Nee, dit is Larry Turner en hij is een nieuw lid hier zo van de staff in dit huis. Maar hij is aangevallen vanuit het niks en toen werd het zwart voor zijn ogen. Wat is daar gebeurd? Hij was gewoon zijn werk aan het doen. Eten gemaakt, het huis schoonmaken. En hij was in de tuin toen het gebeurde. Hij zag ook dat er een Ducklet uit het raam vloog van de tweede verdieping. Normaal gesproken loopt Ducklet gewoon door de voordeur eruit. Maar wilde die Ducklet niet gewoon de dief pakken? Maar toen hij er beter naar kijkt, werd hij opeens geslagen door een Pokémon. En toen lag hij op de bank en meer weet hij niet. Hij zegt wel dat hij een klein rood figuur heeft gezien voor een momentje toen die werd geslagen. Het kan geen mens zijn. Het moet zeker een Pokémon geweest zijn. Een rode Pokémon? Een rode Pokémon met een blauwe veer? Misschien zijn dit wel meerdere Pokémon geweest. Ja, en meneer en mevrouw Denis, die hadden ruzie over de Aurora erop. De meneer wilde hem misschien doneren. De vrouw wilde het niet. Dus ik denk echt dat die vrouw het gedaan heeft. Dan gaan we nog even met Sanjeev zelf praten. En dit juweel, wat nu gestolen is, dat is eigenlijk het symbool van het juweel dat de R-chemicaliën heeft overleefd. En hij wilde het dus doneren aan Rime City. En dat is meneer Barnes. Ja, hem moeten we even spreken. Ik vertrouw hem wel. Ik denk niet dat hij het gedaan heeft. Brandon Barnes, de butler van dit huis. De butler zegt dat hij er niet was. Hij was niet hier toen het incident gebeurde. Toen hij thuis kwam, toen zag hij de andere gast die we net hebben gesproken. En hij heeft hem naar de bank geholpen. Toen hij werd aangevallen door een Pokémon. De enige die twee die toen ook in het huis waren, waren Growlithe en Clefable. Vraag even naar Ducklet, de partner Pokémon van Brandon Barnes. Kijk, dit is een hele leuke foto van hun samen. Ja, die hebben het toch niet gedaan, joh. Daar geloof ik helemaal niks van. Hij stuurt zijn Ducklet er ook altijd op uit om koffiebonen voor hem te halen. Misschien moeten we daar eens even naartoe, want we moeten die Ducklet spreken. Zou het niet zo kunnen zijn dat Growlithe de vrouw van zijn baasje vertrouwt en dat die dus de sleutel heeft gepakt? Oh, Growlithe was net aan het slapen gewoon, hè, toen het incident gebeurde. Hij zegt dat hij te veel heeft gegeten en slaperig werd van het eten. Zou iemand er slaapmiddel in zijn eten hebben gedaan? We moeten dus met Clefable praten, maar Clefable is dus de partner Pokémon van deze vrouw volgens mij. Dus ik weet niet of die gaat praten. Clefable denkt dat wij de dieven zijn. Oh my god, dit moeten zij wel zelf zijn. Clefable wil alleen helpen als het humeur van de baasje, die mevrouw, beter wordt. En Pikachu zegt, ja hoor. Ja, ze wordt heel vrolijk. Ik weet niet of dat waar is. Clefable zegt ook dat zij heel slaperig werd toen ze aan het spelen was in het huis vanochtend. Ja, slaapmiddel sowieso. De Pokémon zijn in slaap gebracht en daardoor kon de sleutel gestolen worden. En Claudia vindt Barnes de butler stom. Dus Clefable probeert zich daar niet te veel mee te bemoeien. Ja, het is wel duidelijk eigenlijk. Ik wil alleen nog weten met welke Pokémon ze dit heeft gedaan. Of dat ze gewoon zelf een mes heeft gebruikt, deze mevrouw.
Jij hebt het gedaan. Ja, hier zijn wat vreemde dingen gebeurd. Clefable bevestigde namelijk dat ze bij de deur in slaap was gevallen en toen opeens zag dat de butler later binnenkwam dan dat het incident was gebeurd. Dus de butler die is gewoon onschuldig. We moeten op zoek naar Ducklet en de rode Pokémon. Ik denk dat Ducklet in de koffiebar is. Kijk, daar is het raam. Daar zijn de Pokémon naar binnen gegaan. Hey, en ik zie hier zo'n Whimsicott ding. Pikachu zegt, dit is gewoon trash. Dit is vuilnis. Serieus? De Whimsicott, die zeiden inderdaad dat de katoen inderdaad van hun is. Ze zijn inderdaad daar geweest terwijl ze met hun vrienden aan het spelen waren in het huis. Hoe ben je daar dan binnengekomen? Er is een mens die dat vroeg om dat te doen. Oh, en hoe zag hij eruit? Oh, dat weten ze niet meer. Hebben jullie een rode Pokémon gezien? Ponyard! Ja, inderdaad. En Bisharp, die zouden natuurlijk gedaan kunnen hebben. Want die hebben ook van die... Ja, dat is hem! Dat is hem! Die hebben van die scherpe klauwen. En ze zijn ook een beetje magnetisch. En ze zijn rood. Ja, die moet het wel geweest zijn. En Ponyard heeft een favoriete steen. Die hebben we net gezien natuurlijk achter in het park. Ja. Oké, weten jullie nog iets over Ducklet? Jullie hebben Ducklet niet gezien. Ik wil eerst even Ducklet opzoeken. Sowieso zit hij in de koffiebar. Eens even kijken. We zien Ludicolo in... Volgens mij is dat... Nee, niet All Creamy, maar ik weet even niet hoe die heet. De man achter de bar zegt dat de Ducklet van meneer Barnes hier heel vaak komt voor koffiebonen. Hij heeft een heel leuk tasje altijd. Oh, ze is een paar minuten geleden weer verdwenen. Ze heeft de koffiebonen hier opgehaald. En ze is weer weggegaan. Oké. We kunnen natuurlijk ook aan Ludicolo nog wat dingetjes vragen. Weet jij nog wat over Ducklet? Oh, Ducklet is vaak in die vijver daar zo. In het park. Oké, dus ik denk dat we Ducklet en Ponyard misschien wel tegelijkertijd gaan vinden in het park. Ducklet was net hier bij het huis. En deze politie wilde Ducklet gevangen nemen. Maar Ducklet is ontsnapt. Ik weet nu waar Ducklet is. Ducklet is nu natuurlijk bij het vijvertje. Oké, mazzel. Ja, wij lossen het wel op. Jullie zitten helemaal op het verkeerde spoor. Terug naar het park. In ieder geval denk ik dat Ducklet hier moet zijn. En daar is die steen. Die steen van Ponyard. Kijk, die is hier achter. Dit is zijn favoriete steen. Hier reageert hij zich af, denk ik, als hij boos is of zo. We moeten hem vinden. Ik dacht dat Ducklet wel hier zou zijn, maar nee. Pikachu zei de vorige keer dat dit gewoon troep was, maar nee. Nee, dit is belangrijk bewijsmateriaal. Hier liggen ook nog wat blaadjes. Ik weet niet of we hier wat mee kunnen. We kunnen nu blijkbaar een mysterie hier gaan oplossen. Weten we nu waar de rode Pokémon is? Ja, ik weet nou niet zo goed welke van de drie waar moet zijn. Ik ga ervoor voor die steen. Ja, oké, dat was een goede hint. We moeten in de buurt van die steen kijken om Ponyard te vinden. Wat gaan we doen? Zullen we gewoon hier bij de steen wachten? Misschien komt Ponyard vanzelf al langslopen. Nee, blijkbaar niet. We moeten op de steen klimmen. Waarom moeten we op de steen klimmen? Oh, omdat... Ponyard wordt natuurlijk boos als iemand anders een steen aanraakt. Kijk, Pikachu, hij komt er zo aan, denk ik hoor. Ja, ik hoor hem. Daar is hij. Ja hoor. Het is Ponyard. Ponyard, heb jij dat juweel gestolen? Ponyard en Whimsicott die reizen samen de hele wereld rond blijkbaar. Ponyard zegt dat hij nog nooit een mens heeft geslagen. Dus hij kan niet de butler of nee, die andere werknemer hebben geslagen. Nee, inderdaad, want dan word je flink gesneden denk ik. Dat is niet de bedoeling. Ponyard herinnert zich nog een groot huis. En hij is daar samen met Whimsicott naartoe geweest. Kijk, zie je, ze hebben samen gevlogen. Hij vindt het leuk om opgetild te worden door Whimsicott. Te grappig. Ja. Ponyard die heeft dat die juwelenbox gesneden, maar voor de rest weet hij er niet zoveel meer van. Oké, weet je iets over Ducklet? Nee, daar weet hij helemaal niks over. Ponyard wil even voordoen hoe hij zijn training doet. Oh. Ja, dat is flink. Dat is flink, meneer. Zo'n kleine stoere... Wow, Pokémon. Dit is wel sick. Kijk, en zo heeft hij natuurlijk ook die kist kapot gemaakt. Maar waarom herinneren ze zich er niks van? Ponyard weet niks meer en Whimsicott herinnert zich ook niet alles meer. Pikachu en Ponyard gaan nog even een gesprekje aan. Oh, kijk uit jongen, kijk uit, rustig. Je moet niet meer Pikachu verwonden. We moeten nu alle Pokémon gaan verhoren om te kijken of iemand weet waar Ducklet is. Oké, we moeten terug het huis in, want we hebben nu al heel veel geleerd hoor. Hallo Clefable, heb jij speciale skills? Ze kan beter horen dan de meeste Pokémon. Oké. Oh, je kan voetstappen en stemmen horen uit andere kamers. Oh, dat is wel nice. Wacht even. We moeten Ducklet vinden, dan weten we zeker wat er aan de hand is. Heb jij special skills, Growlithe? Kijk, Growlithe kan goed ruiken. Zie je, met Growlithe en Clefable gaan we Ducklet sowieso vinden. Misschien kan Maintrick ook nog helpen. Hij heeft een scherpe neus en kan goed spoor zoeken. Maar hij mag hier niet weg. Ik denk dat Growlithe ons even moet gaan helpen. Oké. Let's go. Kijk, Pikachu mag gewoon op de rug van Growlithe, zegt hij net. Ja. Springen maar. Moet je helpen? Moet je er even op zetten? Pikachu. Ik kan je even optillen. Sorry, but
Could you sit down for a second? Ja, ik kan je ook optillen. Kijk, zie. Oh. Ja, Growlithe vindt het goed. Daar gaan ze. Oh, pas op. Pas op. Let's go. Ga maar lekker zitten. Hoppakee. Oké, we moeten lekker ruiken. Waar we naartoe moeten, deze kant op. Ik denk naar... Moeten we naar boven? Nee, we moeten hier naartoe. Oh, we moeten naar die andere kamer, hè? Of niet? Oh, nee, we gaan deze kant op. Moeten we naar buiten? We moeten naar buiten. Let's go, Growlithe. We moeten naar rechts, richting het park, denk ik. Oh, wacht even, hier. Ja, dit is sowieso richting het park, toch? Ja, zeker wel. Rechtdoor. Ja, ik denk toch echt dat we naar het vijvertje moeten, hoor. Zo'n voorgevoel heb ik. Doei, reboot. Oei. Moeten we hier naar boven? Moeten we echt hier naar boven? Oké, is goed. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar de vuilnisbakken? We gaan hier naar het bosje. Ben je hier? Ducklet, kom maar. Het is je mattie Growlithe. Ja, kijk, daar zat Duckletje verstopt. Dit is superleuk. Ducklet vraagt, wie zit er op je rug, Growlithe? Het is de Great Detective Pikachu. Ja, we zijn allemaal vrienden. Ik probeer je te helpen, Ducklet. Ducklet zegt, ik was echt bang, want er waren allemaal vreemde mensen op me aan het jagen. Ik weet niet wat ik heb gedaan om ze zo boos te maken. Ducklet weet niks van een overval. Ducklet zegt, zie je het water daar? Ik vind het superleuk om daarin te badderen. Maar waar was je eigenlijk vanochtend, Ducklet? Hij zegt, ik was gewoon aan het ontbijten. En toen werd hij ook al slaperig. Normaal wordt hij nooit slaperig na het ontbijt. Ze zijn allemaal in slaap gesust. Ducklet zegt, ik eet altijd met Cramorant. Zie je wel, het is wel een Cramorant veer. Die lag daar boven op zolder. Cramorant is de partner van Turner. Dat heeft Turner ons nooit verteld. Is het toch Turner? Cramorant is er vandoor. Nu moeten we Cramorant gaan zoeken. Dankjewel, Ducklet, voor je hulp. Cramorant is de kant van Rhyme City opgegaan. Of nou ja, van het dorpsplein waar ook de koffiewinkel zit. Starbucks. Hashtag no spawn. Is hij ook hier ergens achter? In de back alley. Oké, maar waar precies? Hier naar links. Is die hier ergens? Cramorant. Ja, daar ben je. Oh, Cramorant is ook aan het slapen. Die is hier met Trubbish aan het chillen. Cramorant, vriend. Wat is jouw rol hierin? En waarom ben jij nog steeds aan het slapen? Gekke Pokémon. Oh, Trubbish is ook van de partij. Die wordt ook lijp. We waren jou aan het zoeken, Cramorant. Cramorant zegt, wat is er aan de hand? We gaan gewoon even een klein beetje praten, Cramorant. Kan je me iets meer vertellen over Turner? He is a good dude, zegt hij. Cramorant helpt Turner altijd als hij dingen doet in het huis. Als hij iets nodig heeft en ik moet met hem shoppen, dan slik ik het gewoon in. Wacht even, jij hebt dat ding ingeslokt? Of niet? Jij hebt dat juweel. Hier zie je, hij werd ook al heel erg slaperig nadat hij had gegeten. Turner heeft hem wakker gemaakt. Volgens mij maakte Turner al die Pokémon wakker. Heeft Turner het gewoon gedaan, joh? Nou, vlieg maar lekker naar huis, naar Turner terug. Waar was je eigenlijk toen het incident bezig was? Hij zit nog steeds knettervol. Ja, dat is niet meer van het ontbijt. Hij zegt ook, mijn buik voelt alsof ik iets heel erg groots heb ingeslikt. Ja, man, het is gewoon Turner. En die heeft het juweel gewoon in Cramorant of in zijn ontbijt gestopt. Trubbish heeft hier een briefje gevonden bij het vuilnis. En daar staat op, open het raam nadat Barnes weggaat. Dat zal het signaal zijn. Als het raam open is, stuur ik Palnyard en Whimsicott naar binnen om die kist open te snijden. En dan kan jij het juweel pakken. Als je dat goed doet, dan kan je Barnes erin luizen voor alles. En dan hebben wij superveel geld. Wij dus. Ik denk dat ze het samen hebben gedaan. Turner en mevrouw Dennis. Wow. Cramorant die gaat heel langzaam naar huis, omdat hij zit dus nog veel te vol. Ja, die juweel die zit in zijn buik. Oké, we zijn weer terug in het huis. Pikachu heeft alles verteld aan Tim. We gaan het nu oplossen. Ja, we hebben dus een briefje gevonden waarin staat dat ze moesten wachten nadat Barnes het huis had verlaten. Dus Barnes, die is sowieso niet schuldig. En het gekke is dat alle Pokémon opeens in slaap waren gevallen. Laten we eens even in het voerbakje kijken. Ja, er lag slaappoeder op, potverdorie. Ja, en nu wordt het duidelijk. Want Turner, die zorgt dus voor de Pokémon in het huis. Die heeft gezegd tegen mij dat hij de Pokémon te eten geeft en dat soort dingen. Nu zijn we eruit. We moeten een spoor van slaappoeder nu gaan zoeken. Dat is een geel spoor. Dat is ergens in de stad. Iemand heeft dat daar gekocht. Niet? Moeten we naar het park? Wat doet die Venonat opeens daar? Ik wist niet dat Venonats trouwens zo groot waren. Venonat heeft natuurlijk slaappoeder. What up, Venonat? Weet jij toevallig iets van slaappoeder? Maar blijkbaar is het slaappoeder van Lilligant. Oh, oké. En Lilligant zou zomaar in een heg kunnen zitten. En ik zie hier inderdaad wat ritselen, potverdorie. Lilligant, kom daar eens uit. Hallo. Kijk,
Daar is ze. Heeft er iemand bij jou slaappoeder gekocht, Lilligant? Ja, ze herkent deze slaappoeder. Maar mijn slaappoeder, dat valt gewoon van me af als ik dans. Dus ze heeft het niet weggegeven. Ze heeft wel iemand gezien. Maar ze kan niet herinneren hoe diegene eruit zag. Ik vraag eens even hoe het zit met Growlithe eten. En ja, Sanjeev zegt inderdaad dat Turner altijd het eten klaarmaakt. Nou, dat is eigenlijk al genoeg hint. We weten nu al wie dat heeft gedaan. Turner, maat, hoe zit het met Growlithe eten? En hij zegt, ik maak het eten precies hoe meneer Denise het wil. Mevrouw Denise zegt, Ik weet helemaal niks over het eten van Growlithe. De Pokémon in het huis eten in een andere kamer dan de mensen in het huis. En meneer Barnes weet ook wel welk eten Growlithe van houdt. Dus wie kon de slaappoeder in het eten doen? Ja, nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is Larry Turner. Die maakt al het eten. Laten we nog even een keer met hem gaan praten. Ik wil het even hebben over Cramorant, over jouw partner Pokémon. Zie je, hij zegt, hoe wist je dat? Hoe wist je dat dat mijn partner Pokémon was? Nou, ik heb Cramorant al lang gesproken. Dat heb ik wel aan de politie verteld. Maar waarom niet aan mij dan? Waarom heb je dat niet aan mij verteld? Turner zegt dat hij helemaal niet in het huis mocht komen. Waarom mocht hij niet in het huis komen, meneer Turner? en Pawnyard dan, hè? We denken dat een Pawnyard die kist kapot heeft gemaakt boven. Hij zegt, echt? Ik bedoel, ja, ik denk dat je het opgelost hebt. Dus was het die Pawnyard die jou heeft geslagen, meneer Turner? En hij zegt, ja, zeker wel. Maar dat kan helemaal niet, want dan was die kapot geslijst. Dat hebben we zelf gezien. Dat kan helemaal niet. Je liegt. We moeten even terug naar Cramorant. Kijk, hij staat al op ons te wachten. Hij is een stukje dichterbij gekomen. Hij zegt, ik zit nog steeds te vol. En Pikachu zegt, hey, wacht eens even. Ja, kijk. Hij weet het. Het juweel dat mist. Cramorant's buik zit vol. What are you thinking, Pikachu? I figured it out. Ja, hij weet het. Hij weet het. Let's go, Pikachu. Bolt of brilliance. Waar komen die Magikarps opeens vandaan? Die kunnen toch nooit daar in dat ding zitten? Oh. Hij zegt het juweel, dat is gewoon daar. Waar heeft Turner het juweel verstopt? Natuurlijk in de buik van Cramorant. Ja. Geniaal. Iedereen staat om ons heen. This is it. En we gaan eens eventjes vertellen hoe het zit. Mensen, meneer Denise, ik heb het opgelost voor je. Thank you for coming. Dankjewel dat jullie er zijn. The sudden conference had better be important. Het moet belangrijk zijn, zegt mevrouw Denise. Nou, zeker weten. We've identified the real culprit. We hebben gevonden wie het heeft gedaan. We weten het, meneer Denise. Yes, Mr. Barnes isn't the one who stole the meneer Barnes is niet degene die je wil heeft gestolen. Who did it? Maar wie dan wel, vraagt Barnes. I'll explain everything from the beginning. We gaan het uitleggen. Let's start with how the culprit entered the jewel storage room. There were no signs of forced entry on the door. We beginnen uit te leggen met hoe ze binnen zijn gekomen. Nou, ze hebben de sleutel daarvoor gebruikt. Kijk, en zij begint gelijk alweer te vertellen dat alleen Barnes en meneer Sanjeev naar binnen konden. Hier, en hij begint met Turner zegt ook, dat moet dan Barnes wel geweest zijn. Maar nee, de dief die heeft een trucje verzonnen. Ze hebben Growlithe in slaap laten vallen en de sleutel gestolen. Potverdorie. Ja, precies dat. Jazeker hebben wij bewijs. Take a close look at Growlithe's food bowl. Ga maar eens even kijken bij het bakje eten van Growlithe. Of course. So that's how the culprit got into the jewel storage. Meneer Denise die accepteert het. Maar hoe hebben ze dan dat kistje opengesneden? Good point. No. They could have if they had Pokémon accomplices. Dat hebben ze samen gedaan met een Pokémon. Verdorie. En dat is Pawnyard geweest. The culprit somehow used Whimsicott and Pawnyard. Ze hebben Whimsicott en Pawnyard ervoor gebruikt. Cut open the case. Verdorie. What? Hoe dan? How is that even possible? Ja, kijk, hij voelt de buil hangen, meneer Turnertje. We may understand now how the jewel stolen. We weten nu hoe het juweel gestolen is, maar wat ga je? Ja, zie je, maar. Dat bewijst niet dat Barnes onschuldig is. Nou, ik heb nog meer. I do have proof that Mr. Barnes is innocent. Ik heb hier een briefje. We discovered this note in a Trubbish's possession. De Trubbish die had dit briefje. Een note? Ja, dit briefje dat aan jou is geschreven. Verdorie. Ze wilde Barnes erin luizen.
That would mean... Inderdaad. Barnes is onschuldig. So who's the real culprit? Maar wie heeft het dan wel gedaan, vraagt meneer Denise. The real culprit is right here with us. Die staat hier gewoon. What do you mean? What? Het is Larry Turner. The thief who stole the Aurora drop. It's... De dief die de Aurora drop heeft gestolen. Mr. Turner, you're meneer the culprit. Turner. Kijk, oh nee. But what? I'm a victim of this crime. Oh nee, Barnyard heeft mij geslagen. It punched you, huh? Helemaal niet. Barnyard niet liegen. Blades for hands, and I don't see any cuts. Barnyard, die heeft dus gewoon messen als handen. Dat kan helemaal niet, dat was je onthoofd, vriend. Kijk, nu wordt hij boos. Hij zegt, waar is het juweel dan? Ik heb het niet bij me. En ik ben hier niet naar binnen geweest. Maar wij weten waar het juweel is, meneer. Het is bij een Pokémon. Jouw Pokémon, meneer Turner. Jouw Cramorant. Of course you don't have the stolen jewel. Heb jij slim gedaan? Want je hebt jouw juweeltje verstopt. In Cramorant's belly. In Cramorant's buik. Excuse me? Het is toch hilarisch? But even so. Where is that Cramorant anyway? Waar is die Cramorant? Nou, Mr. Turner, you clearly put a lot of thought into your plan. Ik denk dat hij er zo aankomt. But when we investigated the crime scene, wij hebben een Cramorant veer gevonden. And you underestimated Growlithe's sense of responsibility. En Growlithe heeft ons geholpen, want Growlithe heeft een supergoeie neus. Lekker voor je. Now, Larry Turner. Call your Cramorant. Roep je Cramorant maar even terug. Ga je het doen? Of ga je wegrennen? Daar is die! Oh, en die arme Pokémon, die kan er ook gewoon niks aan doen. Kijk hoe... Oh, die is zo schattig en onschuldig en een beetje derpy. Ja? Alright, let me handle this. Pikachu, die gaat het even oplossen. Oh, rustig. Je hoeft hem niet te laten... Oh, oké, dat helpt ook. En de sleutel! There it is. Ja! The Aurora drop. De diamant en de sleutel. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? I'm afraid you can't talk your way out of this, Mr. Turner. Je jammer voor jou, meneer Turnertje. Jammer, joh. En nu? Ga je nou zielig doen? Had ik maar nooit samengewerkt met iemand die ik bijna niet kende. Dat is wat hij zei. Ik denk nog steeds dat zijn vrouw medeplichtig is, potverdorie. Maar misschien is dat niet zo. Ironic, huh? Zo, eind goed al goed. Cramorant heeft het juweel ingeslikt. En nu moet jij de consequenties inslikken. Doei, vriend. Ga jij maar lekker mee naar het politiebureau? Ja. Je bent aangehouden. Meneertje? Oh, Cramorant shut down. Are you alright? Dat vind ik vet zielig. Dit is niet leuk. Wacht even. Wat doet hij? Gaat hij hem nou weer inslikken? Nee, niet doen! Waarom doe je dat? Don't just stand there. Waarom doe je dat? Oh nee. Nou is de juwel alsnog verdwenen. Lekker dan. Sanjeev. Turner! Wat? Waarom? Hold on. I swear I had nothing to do with that. Oh, wacht even. Is Cramorant zo geprogrammeerd of moet hij dit doen van degene met wie Turner samenwerkt? Moeten we daar nog naar op zoek? Growlithe, you did a great job. Lekker gedaan, Growlithe. Hoppakee, we hebben samen dit mysterie opgelost. De Whimsicots, die gaan er weer vandoor. Die gaan denk ik weer naar een volgende stadje. Daar ging mijn controller. Ik ga hem even pakken. Already? See you around. Daar ben ik weer. Doei, Whimsicott. Dag! Say Tim. Was gezellig. Ja, dat was inderdaad iets raars, hè, op de rug van Cramorant. Een soort van gloeiend blokje of zo. Ik denk dat dat nog wel eens eventjes. Turner didn't know what was going on. Daar moeten we nog even een onderzoek naar doen. En Pikachu zegt ook: dit is nog maar het begin. En later op de avond in Tim's appartement. Stonden de andere twee op mij te wachten. Mijn moeder en mijn zusje. En Rachel. Good evening. Hallo. Oh, and who is this?
My classmate, Rachel. Jullie gaan zeker samen huiswerk maken. Ja, ja, ja. Zie je, het zusje vraagt ook gelijk, is het je vriendinnetje? Ja, ja, dat zou je wel willen, hè, Tim? Ja. Nou, dan gaan we wel eens achterkomen of Rachel's Tim's vriendinnetje is. En in de volgende video gaan we weer een nieuw raadsel, mysterie oplossen. Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt. Abonneer! En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!